heel leuk stukje België in Nederland, want het is de Hertog Jan Brouwerij en die maakt deel uit van InBev. De vraag is alleen, is het nu een Belgisch of een Nederlands biertje? Hertog Jan is een echt Nederlands bier, maar heeft ook wel degelijk Belgische invloeden in zich. Hertog Jan is benoemd naar Hertog Jan de Eerste van Brabant en die leefde in de 13e eeuw. En hij was hertog van Groot-Brabant en bij dat Groot-Brabant hoorde ook een groot gedeelte van België. Dus we zijn een Nederlandse brouwer die genoemd is naar een Bourgondier die leefde in de 13e eeuw en heeft dus ook wel degelijk Belgische invloeden. Maar als u eens wilt weten hoe lekker dat die invloeden zijn en hoe heerlijk ons bier smaakt, nodigen wij u graag uit voor een rondleiding te komen volgen bij ons in de brouwerij. Hier komen jaarlijks bijna 40.000 bezoekers, niet te verwonderen natuurlijk, want het is een heel leuk café. Dus Belgen, haast je naar hier en drink voor een keer eens een Nederlands bier. Dit is onze Grand Prestige. Dit mag door zijn alcoholgehalte van 10% met recht een gerstewijn genoemd worden. Dit bier heeft een hele mooie, warme, donkerbruine kleur. En de smaak, proef het maar eens, is mooi bitterzoet. In deze kelder liggen hier 5 jaar oude Grand Prestiges.
En deze smaak gaat dan evolueren naar een goede portwijn. Echt heel heerlijk. Dit mag met recht de parel van Hertog Jan genoemd worden. Gezondheid. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. It's got to be perfect. Waarom is die deur zo open? Wat gaaf, hè? Nou ja, je zegt ook niks dat dat gebeurt, hè? Een beetje mijn tanden te poetsen en van popiopie naar binnen. Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Dan gaat die deur dicht. Ja, dan gaat hij de deur dicht. Popiopie. Nou, wat is die nou, joh?